Wat is het moment dat het de overdracht van het biologische materiaal kan plaatsvinden? Wanneer kan dat? Ja, het is eerst moet er een gezond eitje zijn. Dan moet het bevrucht worden, dan moeten die eitjes rusten. Dan wordt het bevrucht met mijn zaad. Dan moet er een embryootje ontstaan en die moeten zich gaan delen. En dan dat gebeurt allemaal eigenlijk in het laboratorium. In het laboratorium. Dat is gewoon een IVF-proces, zeg maar. Ja, een normaal IVF-proces. Als een vrouw dat ook heeft. Maar hoe vaak is Jessica, heeft ze geprobeerd zwanger te worden van jullie? Nou, dit was de derde keer. En de derde keer was dus... Drie keer een scheepsrechter, zeggen ze. Maar onze allerlaatste kans eigenlijk ook. Want we zeiden nu echt, het klinkt bijna oneerbiedig... maar wij zijn er gewend aan geraakt om zo tegen elkaar te praten. Mm-hmm. Onze embryo's waren op. Ja. Dus het was onze laatste kans. Mm-hmm. Maar het geld raakt ook een keer op, hè? Zeker. Klopt. Is het een heel kostbaar traject waar je instapt? Als het lang duurt wel, want dan moet het elke keer opnieuw. Ja. En dat is wel Amerika. Je betaalt voor elk pilletje wat een draagmoeder al moet nemen tegen de pijn. Dus ik maak nu al de grap. Dit is echt, dit wordt de dochter die... daar ga ik aan failliet.